Dankjewel, dankjewel. Goedemorgen allemaal. Goed dat jullie er zijn. Mijn naam is dus Casper. Ik ben een van de twee oprichters van Picker. Welkom dat jullie hier zijn vandaag. Gisteren al een gezellige drukke dag gehad. Hopelijk weer zo'n goede dag hier. Fijn om hier weer met z'n allen te kunnen zijn. Eerst goed, dan snel. Voorkom fouten in een efficiënt magazijn. Dat is waar ik jullie vandaag wat concrete tips over ga geven. Eerst wat over Picker, zodat we dat gehad hebben. Picker is magazijnsoftware, speciaal voor webwinkels. Webwinkels die hun eigen magazijn runnen, die kunnen alles binnen de muren van hun magazijn helemaal automatiseren met Picker. Klanten van ons verwerken ongeveer 5% van alle Nederlandse e-commerce orders. Die lopen dus door het Picker platform heen. We bestaan nu ongeveer 8 jaar. In de afgelopen 8 jaar heb ik ook honderden magazijnen van binnen gezien. En ik vind het altijd leuk om te kijken bij elk magazijn, wat doen ze daar nou slim, wat doen ze daar nou handig en hoe kunnen andere mensen daarvan leren. Dus dat, we proberen de informatie zoveel mogelijk te verspreiden. Onder andere met blogs, video's op onze website, ook een boekje wat we hebben. En ook begin dit jaar met een nieuwe course bij eacademy.org. Ik weet niet of jullie het kennen, maar dat is een platform van Thuiswinkel. Waar je allerlei courses gratis kunt volgen over allerlei e-commerce gerelateerde onderwerpen. Zoals marketing, SEO, verpakkingen en nu ook warehousing dus. Hij is in mei gelanceerd, de nieuwe course die wij samen met Thuiswinkel gemaakt hebben. Als je dat interessant vindt en de inhoud van vandaag interessant vindt, dan raad ik je ook zeker aan om die te volgen. Kun je gewoon gratis volgen op eacademy.org. Er zijn al een paar honderd mensen die hem gevolgd hebben. Wat ik je vandaag ga vertellen is eigenlijk een kleine greep uit dat. In de course zitten nog meer voorbeelden, video's met hoe je de concrete tips verder in de praktijk kunt brengen. Ik raad je ook zeker aan om die te gaan volgen. Laten we beginnen met waarom heb je eigenlijk een magazijn? Een magazijn is natuurlijk leuk om rond te rijden met een heftruckje of als het er allemaal netjes uitziet. Maar het is natuurlijk wel echt een bult met werk en het kost ook veel geld. Dus het is altijd, je hebt niet zomaar een magazijn, je hebt een magazijn met een bepaalde reden. En dat is eigenlijk om beloftes waar te maken. Als e-commerce bedrijf maak je heel veel beloftes aan de bezoekers van je website en aan je klanten. En veel van die beloftes die doe je op je website, zoals vandaag besteld, morgen in huis, tot 12 uur bestellen. Maar ook dingen zoals anoniem bezorgen of dat je het kunt ophalen op een afhaalpunt. Of al een simpel ding als op voorraad is een belofte die jij maakt aan je potentiële klant. En dat zijn allemaal beloftes die het magazijn als enige kan waarmaken. De magazijnafdeling kan als enige die beloftes die de rest van de organisatie doet waarmaken. Ook zijn er bijvoorbeeld klantenservice die contact heeft met je klant doet vaak ook nog extra beloftes. Omdat er iets mis is gegaan, dan sturen we er iets extra's bij. Of ik zal echt zorgen dat het vandaag verstuurd wordt. E-mail nieuwsbrieven of dat soort dingen die geven vaak ook nog extra beloftes. Dus allemaal beloftes die vanuit de hele organisatie komen, moeten allemaal door het magazijn waargemaakt worden. Die beloftes zitten meestal in 5 dingen wat je als magazijn goed moet doen. Je moet het juiste product versturen naar de juiste locatie, op het juiste moment, in de juiste verpakking en met de juiste klantbeleving. Nou, de eerste is makkelijk, met het juiste product. Het gaat natuurlijk om het product wat die klant besteld heeft. Dus als hij een XL besteld heeft, dat hij ook echt een XL krijgt of de goede kleur krijgt. Dat betekent dat je überhaupt al het goede product op voorraad moet hebben natuurlijk. En dat je ook moet controleren met barcodescanners of met iets anders dat je het goede product echt opstuurt. Naar de juiste locatie, dat zien we ook nog wel eens misgaan tegenwoordig. Omdat je natuurlijk afhaallocaties hebt. Als iemand dat kiest en iemand krijgt het toch op zijn huisadres. Of als je verzendlabels in bulk uitprint en je plakt het op het verkeerde doos of zo, dat je wel het goede product had, maar je hebt het per ongeluk naar de verkeerde klant gestuurd. Op het juiste moment, nou dingen natuurlijk als same day delivery, als je dat hebt afgesproken dat de klant het ook echt op dat moment krijgt. Of een klant kan dan kiezen, ik wil het volgende week dinsdag hebben, dan moet je het niet nu al op gaan sturen. Maar dat heeft ook te maken met producten die niet op voorraad zijn. Als jij zegt van nee, dit product dat kun je nu bestellen en op 21 juli heb ik het op voorraad, dan ga ik het je opsturen.
Dat is best wel een belofte, waarbij wel heel veel dingetjes in je magazijn wel goed moeten gaan om dat helemaal die belofte waar te maken. In de juiste verpakking, dat is om te zorgen dat het niet beschadigd is, bij sommige producten ook wel lastig om het goed te verpakken. En als laatste de juiste klantbeleving. Dat is iets wat soms ook nog wel eens vergeten wordt. Als jij je heel chic voordoet op je website en je krijgt dan het product in een gerecyclede doos, zeg maar, dan past dat misschien niet helemaal bij die klantbeleving. He, wil je een handgeschreven kaartje erbij of een extra mooie doos? Of als je belooft anoniem bezorgd, maar er staat wel heel groot de naam van de webshop op de doos, dan is het misschien toch niet zo anoniem. Allemaal dingen om rekening mee te houden. Beloftes die je aan de voorkant maakt, dat het magazijn dat waarmaakt. En het waarmaken van die beloftes is helemaal niet zo heel moeilijk als jij 20 of 30 bestellingen per dag hebt. Dan kost het je misschien veel tijd, dat het misschien niet zo efficiënt gebeurt, maar dat maakt op zich niet zoveel uit. Maar we zien bij iedereen die ongeveer tussen de 50 en de 100 bestellingen per dag gaat doen, dat het een beetje begint te kraken in het magazijn. Dat het echt moeilijker wordt om consistent die beloftes waar te maken. Dat je meer fouten gaat maken of dat het enorm veel moeite kost om alle bestellingen goed uitgeleverd te krijgen. Dus dat zien we eigenlijk het moment dat bijvoorbeeld dat je een tweede persoon in je magazijn krijgt. Of dat je, als je voorheen al je bestellingen uitprint 's ochtends om die vanaf papier te gaan verwerken. Ja, als je 100 bestellingen hebt uitgeprint op papier en er raakt nog wel eens een papiertje kwijt, dan worden heel veel dingen lastiger. Dus dat is echt wel het moment dat we merken dat het belangrijk is om je magazijn serieuze aandacht te geven. En ik zie veel mensen die op dat punt komen, die hebben het gevoel dat ze te langzaam gaan in het magazijn. En die komen dan bij me met de vraag, hoe kunnen we dat sneller maken in het magazijn? Maar wat we eigenlijk zien vaak, is dat er gewoon te veel dingen verkeerd gaan. En die ze continu aan het herstellen zijn, veel brandjes aan het blussen. Misschien merkt de klant het niet altijd, omdat hij toch wel die beloftes waargemaakt krijgt. Maar het is soms best wel moeilijk in het magazijn om dat voor elkaar te krijgen. Veel contact tussen klantenservice en het magazijn. Of gewoon eigenlijk te veel mensen in het magazijn die werken om te zorgen dat alles goed komt. Dus daarom zeg ik altijd, het is belangrijk om te zorgen dat je eerst goede dingen doet in je magazijn. Dat het eerst goed gaat. En dat je daarna pas kijkt naar snel. En bijna alle snelheid in je magazijn komt ook van omdat de dingen goed gaan. Dat je dingen niet twee keer hoeft te doen. Dat je niet elkaar hoeft te controleren. Dat nieuwe mensen snel in je magazijn zelfstandig kunnen werken. Dat zijn dingen die eigenlijk zorgen dat je totale magazijn snel werkt. Dus daarom eerst focussen op het goede dingen doen in je magazijn. En dan komt die snelheid meestal wel vanzelf. Zeker bij e-commerce is dat extreem belangrijk, omdat een retour gewoon ontzettend veel geld kost. Als jij een paar schoenen verkoopt die €150 kost en die komt retour, dan heb je natuurlijk klant, omdat je de verkeerde maat verstuurd hebt. Dus de klant heeft een bepaalde maat besteld van schoenen en jij hebt de verkeerde maat opgestuurd naar die klant. De klant neemt contact met de klantenservice. Er is een retourzending. Je moet een goede maat moet je opnieuw sturen. Het retour verwerken. Al met al kost je dat bijna €30 aan kosten om zo'n fout te herstellen. De cijfers en de precies hoeveel minuten we mee rekenen voor dit voorbeeld zit bijvoorbeeld ook in de e-academy. In de course, dus daar zie je echt stap voor stap hoe wij op die €30 komen. Dus dat is niet van ik vul een bedrag in, maar dat is wel echt wat het je kost met zo'n type product. En stel je voor dat je maar een paar euro netto marge maakt per order. Dan kost het je wel 5 tot 10 bestellingen die helemaal goed moeten gaan om één zo'n fout van het magazijn te herstellen. En dat is waarom waarom ik echt mensen op het hart druk. Zorg dat je het eerst dat alles goed gaat in je magazijn. Daarna pas gaat kijken naar hoe snel je werkt in het magazijn. Een magazijn wat goed draait, merk je eigenlijk aan de rust die in het magazijn is. Als je merkt, als er veel dingen verkeerd gaan in het magazijn, dan merk je als je daar rondloopt dat het onrustig is, dat er veel dingen snel gecorrigeerd wordt, veel mensen met elkaar aan het overleggen zijn hoe ze iets moeten oplossen. En als je in een magazijn komt en je denkt, oh, het is rustig, bijna niemand praat met elkaar, iedereen weet wat hij moet doen. Dat is duidelijk een teken dat het magazijn goed draait. Maar het is natuurlijk heel moeilijk om dat als eis of zo neer te leggen of als doel van het moet rustig zijn. Ja, hoe regel je dan rustig? Nou, rust in je magazijn komt eigenlijk van twee belangrijke dingen. Dat is dat het er opgeruimd is en dat mensen zelfstandig kunnen werken. Laten we daar in detail naar kijken. Opgeruimd en netjes. Ja, ik zie soms echt wel magazijnen waar
veel dozen in de gangpaden staan, waar het rommelig is, waar de lunch van de medewerkers op de paktafels ligt. En dan zegt ze, ja, we gaan waarschijnlijk verhuizen, want we hebben te weinig ruimte in het magazijn. En dan gaat ook best wel veel mis, of ze hebben het gevoel dat ze langzaam zijn. En er zijn weinig mensen die dit toekennen aan, misschien moet je eens gaan opruimen. Maar dat is echt de nummer één die je in je magazijn eigenlijk moet doen. Zorg dat het netjes is en opgeruimd is. En dat moet je echt wel... dat is niet makkelijk. Dus het zorgt wel voor... je moet er echt discipline voor hebben om dat continu te doen. Want als je een keertje dag niet doet, wordt het heel snel steeds slechter. Hetzelfde met een huis wat je niet onderhoudt. Als er een keer een raam kapot is en je vervangt dat raam niet, wordt het vaak heel snel slechter, zo'n huis. Dat is hetzelfde eigenlijk met in je magazijn als het rommelig is. Het is de basis van rust in je magazijn. Iedereen moet het doen. Dus het is ook als eigenaar van je webshop, als je in je magazijn rondloopt en je ziet dat er iets op de grond ligt, raap het op. En dat is echt discipline die je in je hele bedrijf moet hebben. En je kunt de 5 S'en als handvat gebruiken. En dat ga ik je uitleggen. Nou, hier bijvoorbeeld, het is al een beetje rommelig omdat er dozen worden gebruikt, maar vooral dat er een doos in het gangpad staat, is een foto die ik zelf gemaakt heb in een magazijn wat ik tegenkwam. Ja, waarom staat die doos daar? Dit is niemand mee bezig. Dat moet iemand opvallen achterin. Achterin staan nog meer dozen in het gangpad. Ja, dan wordt het van kwaad tot erger. En dat is heel lastig om dan al je beloftes waar te maken. De 5 S'en. Het komt vanuit lean manufacturing. Dus in fabrieken wordt dit vaak gehanteerd om te zorgen dat er weinig fouten gemaakt worden. Het komt uit Japan, dus er zijn ook Japanse namen die met een S beginnen in de 5 S-methode. Maar dit kan je helpen als handvat om, hoe begin ik nou met magazijn opgeruimd en schoon te houden? Het eerste is scheiden. En wat we daarmee bedoelen is, kijk naar al je producten en al je materialen die je in je magazijn hebt. En scheid, wat heb ik nodig en wat heb ik niet nodig? En alles wat je niet nodig hebt, moet eigenlijk het magazijn uit. Dus wat ik zei, die lunch van die medewerker die op de paktafel ligt, of iemands jas, of heb je dat nodig om in je magazijn je operatie te doen, of moet dat het magazijn uit? Je hebt natuurlijk een Stanley mes nodig, dozen nodig, verpakkingstape. Nou, dat is duidelijk dat je dat nodig hebt. Dus dat moet bij de paktafel zijn, of een bezem moet in je magazijn zijn. Maar ik zie soms allerlei dingen opgestapeld onder de paktafel. 3 oude stereo's, want als er eentje kapot gaat, komt er een nieuwe, maar die oude wordt niet opgeruimd. Of ja, wat werkt eigenlijk nog, wat werkt niet? Dat is een belangrijke eerste stap. Gooi alles weg wat je niet nodig hebt om je magazijnoperatie te runnen. Het tweede is schikken. Dat betekent dat alles een vaste plek heeft en dat je precies weet waar je het kunt vinden. Dus dat is de dozen, liggen die altijd op de standaardplek, zodat iedereen in het magazijn weet waar ze liggen. Je Stanley messen, je tape rollers, al die dingen moet eigenlijk gewoon een vaste plek hebben. En bijvoorbeeld ook als je 5 verschillende paktafels hebt, is het op elke paktafel precies hetzelfde, zodat elke medewerker gewoon weet waar horen dingen te liggen. Dat is een belangrijk onderdeel van zorgen dat het opgeruimd en netjes is. De derde is schoonmaken. Je moet echt wel je werkplek en het hele magazijn continu eigenlijk schoonmaken om te zorgen dat het niet stoffig is en dat het niet heel snel slechter wordt. En dat moet eigenlijk ook degene doen die het werk doet. Dus je kunt niet aan het eind van de dag een schoonmaakploeg door je magazijn laten gaan. De mensen die aan de paktafel werken, moeten ook echt hun paktafel aan het eind van hun shift schoonmaken. Zodat ze ook merken dat als er rommel ligt op hun paktafel, dat ze dat door de dag heen ook schoonmaken. Want of ze het nou nu doen of aan het eind van hun shift, zij moeten zorgen dat het pakstation weer helemaal schoon is voordat de volgende persoon op die paktafel gaat werken. Dan hebben we standaardiseren. Dat betekent eigenlijk, zorg dat er standaardregels zijn in je magazijn over hoe je de bovenste 3 punten regelt. Dus wat voor dingen hebben we op de paktafel en waar ligt het? Je ziet soms ook wel eens in werkplaatsen dat alle de schroevendraaiers en de hamers die aan de muur hangen, dat er een kader omheen getekend is, dat iedereen weet waar hoort die hamer te hangen. Nou, dat soort dingen kun je afspreken en standaardiseren in je magazijn. En dat weer ook weer op elke paktafel hetzelfde is. Of dat iedereen weet waar de bezem hangt, dat dat duidelijk is. Dat als je die bezem los ziet staan, dat iedereen, ook iemand die nog nooit in je magazijn geweest is, weet waar die je moet ophangen. En dat iedereen kan helpen om het netjes te houden. En de laatste S, standhouden. Dat gaat over, je kunt deze dingen wel 1 keer afspreken, maar je moet eigenlijk elke week of elke maand mee bezig zijn om te zorgen dat nieuwe mensen het ook doen. Of
dat als jouw bezem toch niet op de goede plek ligt, dat dat weer terugkomt. Het is niet zelden dat ik zie dat er uitsparingen zijn waar precies een bezem kan en dat daar geen bezem hangt. En dat is die laatste. Zorg dat je een vast proces hebt om te zeggen, hey, wat waren eigenlijk onze standaarden, waarom houden we ons daar niet aan? En maak het ook makkelijk. Dit is een foto bij in een magazijn van een klant van ons. En hier was het ook best wel rommelig. En dat was best wel een groot magazijn. En de reden waarom het dan niet opgeruimd wordt, is dan, ja, het is best wel ver lopen naar een container als ik dat dan iets weg moet gooien. Dus hier hebben we eigenlijk gezegd van, hoe kunnen we het zo makkelijk mogelijk maken dat dat geen reden is waarom je het niet schoonhoudt. Dus om het gangpad, dus in de helft van de gangpaden, staat dit op de kopse kant. Altijd een bezem en dingen om makkelijk schoon te maken. Het is makkelijk voor aan het eind van de dag als je de gangpaden schoonmaakt, maar ook makkelijk door de dag heen om... door de dag heen het makkelijk schoon te maken. Dat in ieder geval geen reden is om het niet te doen. En ook hier, als er ergens een bezem staat, dan is het natuurlijk makkelijker voor mensen te zien, waar hoort eigenlijk die bezem? Ik ruim het gelijk weer op. En hier een plaatje van een paktafel van een andere klant van ons, waarbij je ziet dat het rustig en opgeruimd is. En dat als iemand hier zijn shift begint, weet hij hoe het hoort. Dan is het ook makkelijk aan het eind van de dag weer opruimen. En als je meerdere paktafels hebt, kun je ze allemaal precies hetzelfde indelen, zodat het voor medewerkers ook niet uitmaakt waar ze werken. Dat altijd, dat ze precies weten waar wat ligt. Dan hebben we opgeruimd gehad en dan is het volgende punt zelfstandig. Het is uitermate belangrijk dat iedereen die in het magazijn werkt, helemaal zelfstandig kan werken. En dat is natuurlijk iets als jij 40, 50 bestellingen per dag verwerkt. Dan is er vaak maar één iemand die in je magazijn werkt. En die weet precies waar alles ligt, hoe alles werkt. Dus die kan ook heel goed zelfstandig werken. Maar dit is dus iets wat we heel snel zien afbrokkelen. Zodra je meer dan 70 of 100 bestellingen per dag hebt. Dat er meer mensen in je magazijn komen werken. Dat er één iemand is die precies weet waar alles ligt, hoe alles werkt. En het is niet dat het expres zo gehouden wordt dat diegene alles weet en de rest niet. Maar dat ontstaat gewoon een beetje zo, omdat er dan specifieke taken uit handen gegeven worden zonder dat iedereen alles weet. Als je zorgt dat je beter zelfstandig, als iedereen zelfstandig in het magazijn kan werken, zorgt voor minder fouten. Voor een betere flow in je magazijn, omdat mensen minder overleg nodig hebben en mensen hoeven minder op elkaar te wachten. Waardoor er minder ophoping ontstaat van bestellingen waar nog iets mee moet, omdat iemand niet weet wat er mee moest. En het zorgt ook heel erg voor flexibiliteit. Dus dit hebben we ook heel erg gezien vorig jaar toen de lockdown begon. Dat heel veel webwinkels opeens veel meer orders te verwerken kregen. De webwinkels en de magazijnen van die webwinkels waarin ze goed zelfstandig konden werken. Die waren veel flexibeler om hiermee om te gaan. Omdat ze veel makkelijker nieuw personeel in het magazijn konden laten meewerken. Omdat het heel makkelijk was om die mensen het uit te leggen. En hoe ze zelfstandig kunnen werken. En dat ze niet continu iemand anders nodig hebben. Dus het werd veel flexibeler om pieken op te vangen. Zeker als ze onverwacht zijn. Nou, hoe doe je dat? Dat doe je door processen standaard te maken en ook op te schrijven. Dus zijn er bepaalde stappen die je doet als er een inkoopbestelling binnenkomt in je magazijn? Schrijf ze gewoon op. Controleer de producten, tel je ze ook allemaal. Moet het ergens ingevoerd worden dat het binnen is? Moet de administratie op de hoogte zijn dat die factuur betaald mag worden van de leverancier? Wat doe je als er een product mist in de bestelling? Zorg dat je daar een standaard workflow voor hebt. Kan een paar bullet points zijn. En dat iedereen weet hoe hij dat moet doen. En dat het dus ook heel makkelijk is om het uit te leggen aan nieuwe mensen. Elimineer uitzonderingen. Van uitzonderingen is het veel moeilijker om het aan andere mensen uit te leggen. En het zijn ook vaak de bron dat dingen misgaan. En soms heb je natuurlijk gewoon uitzonderingen nodig in je business om aan al die beloftes te voldoen. Maar alles wat dat niet per se nodig is, probeer dat te elimineren. En dat kan in kleine dingen zitten, zoals dat je misschien een 9 formaten doos hebt. Misschien heb je zelfs aan 7 wel genoeg. Zelfs dat soort kleine dingetjes, dat je minder uitzonderingen hebt qua doosformaten, kan je al helpen in je magazijn. Maar het zit ook in grotere dingen van, misschien ondersteun je nu wel afhalen, dat mensen het bij jouw magazijn kunnen afhalen, maar misschien gebeurt het maar 2 of 3 keer per week. Dan is het misschien waard om te zeggen, we bieden dat niet meer aan. En dan wordt het proces veel makkelijker voor de mensen in het magazijn om te doen. En ook om het aan nieuwe mensen uit te leggen. En gaat er vaak veel minder mis. Dingen die maar heel weinig voorkomen in het magazijn zijn de dingen die het eerst misgaan.
Maakt de processen zichtbaar. Dat heeft ook weer te maken met die zelfstandigheid. Print ze gewoon uit, hang ze aan de muur. Zorg dat iedereen het kan weten. En niet dat één iemand weet hoe het proces gaat en dat hij het mondeling aan iemand anders toelicht. Wat moet je allemaal opruimen bij een paktafel aan het eind van de dag? Of welke spullen horen op een paktafel te liggen? Print het gewoon uit, plak het op de paktafel. Dan weet iedereen, kan iedereen zien wat de bedoeling is. Dus maak die processen zichtbaar. En daarbij komt natuurlijk, elimineer die allesweter. Als er één iemand in het magazijn was toen je 50 bestellingen per dag had die alles wist hoe alles ging. Ja, zorg dat die gewoon echt minder relevant wordt in je magazijn. Dat is wel echt een belangrijke key in de zelfstandigheid van iedereen die in je magazijn werkt. En een andere belangrijke daarbij is, zorg dat alle informatie op één plek is. Dat is ook vaak iets wat lastiger wordt vanaf 100, 200 bestellingen per dag. Welke bestellingen zijn wel uitgeleverd, welke bestelling niet? Misschien verkoop je ook wel op marketplaces. Dan heb je misschien 2 of 3 bronnen waar bestellingen vandaan komen. Hoe is die voorraad in sync? Welke inkoopbestellingen komen er nog aan? Welke producten moeten we gaan inkopen? Dus allemaal informatie die, als je 50 bestellingen per dag hebt, best wel handmatig te regelen zijn of in meerdere systemen te vinden zijn. Maar zodra je boven de 100 bestellingen per dag komt, is het echt iets wat je moet gaan automatiseren. En dat kan natuurlijk met Picker, daarom zeg ik het ook. Maar dat kan ook met andere tools en dat vind ik ook prima. Maar zorg dat je dat echt voor elkaar gaat krijgen. Dat er in het magazijn maar één tool is waar iedereen precies kan zien wat de stand van zaken is. Dat is echt belangrijk voor de zelfstandigheid in je magazijn. Hier een voorbeeld bij een klant van ons. Die trekken hier alle inkoopbestellingen. Dus elke inkoopbestelling die binnenkomt, schrijven ze op een papiertje van welke leverancier komt het en wanneer is het binnengekomen. Dat hangen ze bij te doen. Want hier hebben ze 4 of 5 mensen die de inkoopbestellingen verwerken. Dus niemand hoeft aan elkaar te vragen of aan de manager te vragen, hey, welke zal ik nu gaan uitpakken? Want ze zien welke zijn er. Welke is het langst geleden binnengekomen, die pak ik als eerste op. Schrijf je naam erop, je hangt het bij bezig. En iedereen kan zien, we zijn op dit moment met 4 inkoopbestellingen bezig. En je weet wie waarvoor verantwoordelijk is. En het zorgt ervoor dat ze de activiteit kunnen doen, dat als het klaar is, dat ze erbij klaar kunnen hangen. En dan heb je ook een beetje een satisfying gevoel aan het eind van de dag van, kijk eens wat we vandaag met ze vieren hebben geregeld. Dus dit zijn dingen om informatie centraal beschikbaar te maken. Is niet digitaal, maar het kan dus ook gewoon prima op papier. Maar dat in ieder geval iedereen het kan zien en dat je niet een allesweter hebt die zoiets regelt. Zodra je die fout een beetje geëlimineerd hebt, kun je kijken naar hoe kunnen we het proces gaan versnellen. Dus het kunnen zijn dat je stappen in het proces kan versnellen. Dus dat je bepaalde dingen gewoon bijvoorbeeld niet doet. Of dat je sommige dingen, dat je minder tijd voor nodig hebt of dat je een beter apparaat hebt. Je kunt kijken naar automatisering, automatisch verzendlabels genereren of automatische uitwisseling van data tussen klanten, service en het magazijn. Een stukje robotisering misschien, automatische dozen dicht laten plakken of automatische dozen vouwen. Zijn stappen die je als eerste kunt zetten als je robotisering gaat doen. In batches werken. Sommige dingen kunnen sneller zijn als je het in batches doet, maar lang niet alles. Dus ga daar ook echt niet te snel mee aan de gang. Maar het kan een ding zijn om het sneller te gaan werken in je magazijn. Daar zit ook in de e-learning zit daar meer informatie over van wanneer is dat wel slim, wanneer is dat niet slim. En wat zijn een beetje de basisvoorwaarden je moet voldoen voordat je echt in batches gaat werken. En je moet continu je first time right, je FTR, monitoren eigenlijk als je dat doet. Dus meet je first time right. Dus dat is eigenlijk van hoeveel bestellingen zijn helemaal in één keer goed gegaan. Dus dat we al die beloftes, die 5 beloftes, dat we die helemaal nakomen. Dat het juiste product bij de juiste klant gekomen is. En dat kun je meten door, stel je voor dat je 3000 bestellingen in een week hebt gekregen en hebt uitgeleverd. En 20 zijn daarvan misgegaan. Iemand heeft het verkeerde product gekregen. Of het is naar het verkeerde adres gegaan. Of de doos was beschadigd. Het was misschien niet goed ingepakt. Als je dat door elkaar deelt, kom je op 99,3% uit. Dus dat is je percentage dat goed gegaan is. Dat is helemaal in één keer goed gegaan. Dus natuurlijk kun je fouten corrigeren en kan die klant uiteindelijk wel gelukkig zijn. Maar hoe vaak is het misgegaan? Dus vaak is het wat klantenservice bijvoorbeeld kan tracken. Maar hey, met hoeveel bestellingen heeft die klant contact opgenomen dat het niet goed ging? Als je dit continu meet, kun je dus kijken hoe je processen in je magazijn kan versnellen zonder dat je meer fouten gaat maken. Dus als je echt gaat kijken, kunnen we stappen uit het proces halen? Kunnen we dingen in batches gaan doen?
zorg dat je elke week, dan kun je gewoon in Excel bijhouden per week hoeveel bestellingen heb ik gehad, hoeveel waren er fout, dat je dat per week trackt. Zodat je, als je weet van, hé, we hebben iets slims bedacht, we gaan dat en dat niet meer doen, dan zijn we veel sneller. En daarna schiet het opeens omlaag naar maar 95% first time right. Dan weet je, misschien moeten we dat, hadden we die dingen wel voor een reden. En blijf daar dus continu over nadenken van, het moet echt eerst goed en daarna pas kun je naar snelheid kijken. Als je fouten omhoog schieten, ga eerst die fouten oplossen en kijk niet meer naar snelheid. Dat is helemaal niet belangrijk. Dat waren de dingen die ik jullie vandaag wilde delen met jullie. Ik heb nog meer tips dus in het boekje wat we hebben over magazijnen. Dat kun je gratis afhalen bij ons op de stand. We staan hier gelijk achter, nummer 222. Dus kom zeker het boekje meenemen. Als iemand vragen heeft, dan hebben we daarvoor nu een microfoon. Dan kunnen we vragen uit de zaal halen. Wil je nog iets specifiek aan mij vragen later, dan mag je mij ook altijd mailen met je magazijnvragen. Dan help ik je graag verder. Maar dat was wat ik jullie vandaag wilde meegeven. Kom zo meteen een boekje halen en bekijk ook zeker de e-academy op e-academy.org, de course daar. Zijn er vragen? Steek je hand op, dan komt er een microfoon naar je toe. Ja, hiervoor heb ik een vraag. Hoe zit het met het koppelen van verschillende soorten shops aan jullie systeem? Is dat onbeperkt of hebben jullie een greep uit? Wij hebben ongeveer 9 webshop platformen die je direct met Picker kunt koppelen. Dus dat kun je gewoon zelf in 2 minuten koppelen. Er zitten de meest bekende in, Magento, Shopify, dat soort pakketten. En wij hebben een open API waarmee je maatwerk webshops kunt koppelen. Of webshops die misschien wat waarmee wij geen directe koppeling hebben. Dus die misschien wat minder populair zijn. Maar het aantal maakt niet uit. Dus je kunt zoveel Magento webshops en Shopify shops door elkaar koppelen. En bol.com zoals je hebt. Dus dat is ook wat we heel vaak zien. En daarom hebben we ook een beetje die bandbreedte van, ja, ergens tussen de 50 en de 100 bestellingen loop je tegen dit soort dingen aan. Als je maar 1 shop hebt en al je bestellingen komen daaruit, dan gaat het misschien wel goed tot 100 of 150 bestellingen per dag. Dan heb jij 50 of 60 bestellingen per dag, maar komen die uit 4 verschillende webshops en ben je overal apart aan het inloggen, ja, dan gaat het misschien al wel eerder mis in je magazijn. Dus vandaar een beetje die bandbreedte. En daarom is het inderdaad belangrijk om al die multi-channel orders allemaal op 1 plek te hebben. En dat is ook echt wel belangrijk in het magazijn. Voor de mensen in het magazijn zou het niet uit moeten maken waar die order vandaan komt. Die krijgen gewoon deze producten, moeten naar dat adres op die datum. Pak het in, verstuur het en laat de automatisering zorgen dat die klant weet wanneer het pakket komt, track en trace code, dat soort dingen. Dus het maakt niet uit of ik 40 webshops heb met allerlei verschillende kanalen. Komt allemaal bij jullie binnen en dan onze orderpickers kunnen dat gewoon allemaal regelen. Oh, dankjewel. Ja, klopt. Ja, een collega had een vraag. Ik had ook één vraag. Is het heel erg belangrijk om die beloftes aan het begin van het proces te beperken wanneer het niet zo heel erg lekker loopt in het magazijn? En ook de klantenservice daarin te trainen? Ja. Oh ja, dat is een kort antwoord. Dat is goed. Nee, dat is absoluut belangrijk. Kijk, je hoeft het niet te beperken. Als je ze allemaal prima na kan komen. Maar als je sommige dingen niet goed, die gaan vaker mis, kun je misschien ook soms zeggen, laten we dat even niet meer beloven. Zodat we dat proces op orde hebben. En dan kunnen we dat daarna wel doen. Of misschien zijn sommige dingen gewoon te duur om te beloven en goed te doen. Dan kan dat een business afweging zijn dat je die belofte dan maar niet meer maakt. Omdat je het niet waar kan maken. Het is ook dat op tijd leveren. Ik heb vorig jaar ook een klant gesproken die beloofde dus ook producten die ze niet op voorraad hebben. Hey, die krijg je met 5 dagen. Dus die hebben 5 dagen levertijd. Maar er was best wel vaak dat dat niet goed ging. Of dat er zo'n bestelling van een leverancier laat kwam en dat ze 30 bestellingen hadden om uit te pakken. Maar dan gingen ze die ene bestelling voorttrekken om in het magazijn te leggen, want ze moesten orders uitleveren. En uiteindelijk waren ze de helft van de inkoopbestelling continu aan het voorttrekken omdat er anders iets anders misging. Daarvan hebben ze eigenlijk ook gezegd, we gaan die belofte niet meer doen. Alle producten die we op dit moment niet op voorraad hebben, zeggen we gewoon geen levertijd meer bij, weten we niet. We gaan daar geen belofte meer op doen. En we gaan in het magazijn niets voorttrekken van welke inkoopbestellingen we gaan uitleveren. Laten we dat proces eerst op de rit hebben. Nou, dat heeft ongeveer 6 weken of zo geduurd. Hadden ze dat op orde. Toen zijn ze die belofte weer opnieuw voorzichtig gaan maken. Volgens mij was het toen 7 dagen of 9 dagen levertijd. En dan hoeven we niet meer te kijken welke inkoopbestellingen we gaan voorttrekken. En dan kunnen we die belofte rustig nakomen. Dus dat is absoluut
slim om te doen om je magazijn ook wat rust te geven en niet zo ad hoc op allerlei dingen in te schieten. En het tweede was even benieuwd van wat jij bedoelt met badges. Ja, badges had ik inderdaad kunnen uitleggen. Daarbij bedoelen we dat je bijvoorbeeld 10 bestellingen in één keer verzamelt in je magazijn. Dus dat soort dingen kun je in badges doen. Maar je kunt ook inkoopbestellingen, kun je 5 inkoopbestellingen uitpakken en kijken welke producten in welk gangpad horen. En dan dat per badge gaan wegleggen. Maar heel vaak ontstaan hier fouten. Of als er iets misgaat, heb je een ophoping van... Het gaat in één keer met 50 bestellingen mis in plaats van maar voor 1 bestelling mis. Dus je moet echt wel zorgen dat je weinig fouten hebt voordat je dingen in badges gaat doen. Je hebt extra controle dan ook nog, hè? Sorry, wat zei je? Je hebt wel een extra controle als je in badges doet. Nou, dan moet je die controle wel toevoegen. En soms kan het dan dus zijn dat in totaal het proces langer is gaan duren dan dat je denkt. Dus badges voelt vaak heel snel, omdat je een heel klein dingetje hebt. Oh, ik heb heel veel bestellingen, heb ik de producten van verzameld. En als het daarna moeilijker is om die producten in de goede doos te krijgen, kost het in totaal misschien wel meer tijd. En dat is het precieze ding waarom je dat soort dingen heel goed moet meten als je in batches gaat werken, zodat je weet wanneer was het toch niet verstandig. Dank jullie wel. De tijd zit erop. Als iemand nog vragen heeft, kom zo even naar me toe. Dan behandel ik die graag voor je. Maar hartstikke bedankt.